Mesami is een wijnrestaurant. In eerste instantie is het een restaurant. Mensen komen om te eten. Klassieke keuken, met regionale producten werken wij. En de specialiteit ligt op regionale wijnen. En dat heb ik sinds 2 jaar eigenlijk de nadruk op gelegd. Omdat ik vind dat er in de regio heel veel mooie wijnen gemaakt worden. Waar een heleboel mensen, zelfs de locals, niet van af weten. En ik vind dat ik een leuke ambassadeursfunctie heb in mijn restaurant om dat te promoten. Ja, Annelien is de eigenaresse van wijnrestaurant Mesami. Ik ben in 1985 naar Maastricht gekomen. En dat kwam omdat meneer Ritsen van Kasteel Wittem een derde zaak wilde gaan beginnen. Een wijnbistro. En die heb ik mee helpen opstarten. En daar heb ik een hele tijd gewerkt. En uiteindelijk wilde ik graag voor mezelf beginnen. En dat is hier op de Tongense Straat dan geworden. Waarom wil je dan voor jezelf beginnen? Waarom wil je al die heisa op je halen? Omdat op een gegeven moment denk je dat je het beter kan. En nou, dat moet dan ook maar weer blijken. Maar in ieder geval, ik zit hier nu 11 jaar en ik heb het erg naar mijn zin. En ik vind de Tongense Straat een bijzonder mooie straat. En ja, ik denk dat ik hier voorlopig nog wel zit. En dat je jezelf constant opnieuw moet uitvinden en de zaak opnieuw moet uitvinden, is dat niet enorm lastig? Ja, maar dat is ondernemen, denk ik. Je blijft continu ondernemen om weer een stapje vooruit te komen. Om weer te innoveren, weer andere dingen te doen. Je krijgt ook andere medewerkers. Het is continu in beweging. En het leuke van de horeca is dat het ook iedere dag anders is. Iedere dag andere gasten. Je maakt iedere dag andere gerechten. Iedere keer andere wijnen. Het is nooit hetzelfde. Ja, mijn doelgroep is eigenlijk mensen die gezellig willen uit eten, een goed gesprek aan tafel willen hebben, maar vooral kunnen genieten van elkaar, van het eten en van de ambiance. Ik vind dat wij allemaal de neuzen dezelfde kant op hebben staan. Maastricht willen wij promoten, de regio willen wij promoten. Vooral gastvrijheid moet in je bloed zitten. Dat moet al vanaf de geboorte in je zitten. Je kunt het aanleren. Natuurlijk werk ik ook met leerlingen die ik heel graag opleid om te veranderen. Je ziet ook mensen veranderen als ze eenmaal hier gewerkt hebben als leerling. Zeker als ze dan weer terugkomen, als ze op stage zijn geweest, dan denk ik van wow, de mensen maken echt een ontwikkeling door in gastvrijheid. Want in het begin zijn jonge mensen natuurlijk altijd een beetje schuchter en bang. Maar op het moment dat ze echt hun ding kunnen doen, dan zijn ze zelfverzekerd en dan gaat de gastvrijheid vanzelf.